Goedemiddag iedereen. Welkom bij deze opleidingspresentatie van geneeskunde bij de Universiteit Leiden. Nou, als allereerst, mijn naam is Ilaida en ik ben een studentambassadeur van geneeskunde. En vandaag gaan we jullie alles vertellen over onze studie. Nou, ik sta er vandaag niet alleen bij. Ik heb ook nog twee andere mensen naast me. En ja, als allereerst, Alexander, zou je jezelf even kunnen voorstellen? Ja. Natuurlijk. Mijn naam is Alexander Schramek. Ik ben de opleidingsdirecteur van de Bachelor Geneeskunde. En daarmee ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van de bachelor. Daarnaast ben ik, dat is echt een beetje van huis uit, ben ik radioloog en ook werkzaam in het LUMC als radioloog. En ook opleider radiologie. Dus ik bemoei me ook met de medische volgopleidingen na de studie geneeskunde. Ja, en dan hebben we ook nog Salima naast ons. Salima, zou je jezelf ook even kunnen voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Salima en ik heb eigenlijk afgelopen jaar mijn bachelor geneeskunde afgerond. Dus dat betekent dat ik 3 jaar lang heb gestudeerd en nu eigenlijk even een tussenjaar neem. Dus ik zit nu in een bestuursjaar bij de studievereniging, waar jullie later vandaag ook nog eventjes wat over zullen horen. En dan is het plan om daarna weer verder te gaan met de master. Ja, we hebben vandaag voor jullie eigenlijk een druk schema klaarstaan. Ja, als allereerst, we zullen het vandaag echt hebben over van alles en nog wat. Over de geneeskunst, over het onderwijs wat wij hier hebben, over de werkvormen. Over studiekeuzes en keuzes maken waar jullie natuurlijk allemaal mee te maken krijgen thuis. Wat er gebeurt na de master. En ja, op het eind zullen we het uitgebreid hebben over de selectie en plaatsing. Nou, zoals jullie kunnen zien is eigenlijk dat we 3 momenten hebben om jullie vragen te kunnen beantwoorden. Dus tussendoor hebben we dan een beetje vragen, meer algemene vragen. En op het einde, ik zou het echt aanraden, probeer vooral je vragen voor selectie en plaatsing tot het einde te bewaren. Want misschien hebben we al jullie vragen beantwoord en we zullen die dan ook gewoon uitgebreid behandelen op het eind. Nou ja, hoe stel je je vragen? Als het goed is zien jullie dit scherm voor jullie momenteel, waarop jullie ons kunnen zien. En dan kun je eigenlijk hiernaast op dit scherm kun je eigenlijk 2 vakjes kiezen. Je hebt het live scherm en het Q&A scherm. En mocht dit niet lukken, dan kan je ook de QR-code scannen of via geneeskunde.live.joinlive.tv eventueel meedoen aan het platform. Nou, dan hebben we eigenlijk 2 keuzes en dan hebben we het live scherm. Dus als jullie daar naartoe gaan, dan zien jullie momenteel een oefenvraag. En het Q&A scherm kunnen jullie zelf jullie vragen instellen en insturen. En die kunnen jullie ook eventueel liken van elkaar. Maar als allereerst hebben we dan een oefenvraag voor jullie om te kijken of alles werkt. Ja, in welke klas zit je? Nou, we krijgen al heel veel antwoorden automatisch een beetje binnenstromen. En wel heel leuk om te zien dat het, voornamelijk zijn het nu 6 VWO-leerlingen en ook heel veel anders. Dus waarschijnlijk mensen die ook van andere studies komen of wat anders hebben gedaan. En ook de 5 VWO-leerlingen. En dat begint nog steeds een beetje te shiften. Nou, dan zien we nu bijvoorbeeld meer 5 VWO-leerlingen. Nou, bijna geen 4 VWO en 3 VWO. Dat is op zich ook nog best wel vroeg, dus dat kan ik ook me voorstellen. Oh, toch wel een paar. Nou, in ieder geval supergoed dat iedereen al een beetje is begonnen met oriënteren, met studiekeuze. En dan kun je in het vak daarnaast jullie eigen vraag sturen tussendoor. En dat zien jullie dus hier. Like het vooral, dan kunnen we de vragen met de meeste likes kunnen we gaan behandelen. En dan hebben we eigenlijk nu een tweede oefenvraag. En dat is eigenlijk, heb je al enig idee wat je gaat studeren? Nou, we wachten even tot de vragen binnenkomen. En even kijken. Ik had zelf altijd van, als dat dan zulke vragen werden gesteld, dacht ik altijd van, oh jeetje. Maar we zien al inderdaad dat heel veel mensen weten van dat ze nog twijfelen tussen andere studies. Maar ook bijvoorbeeld mensen dat ze nog heel erg breed in de richting kijken. En eigenlijk wat het hele leuke hiervan is, het maakt niet uit in welke stap van je keuzeproces je nu bent. Je kunt altijd gewoon door middel van deze opleidingspresentatie hopelijk een beter beeld krijgen. En dan dat die keuze wat makkelijker voor je wordt gemaakt. We zien ook wel een beetje dat heel veel mensen ook gewoon zeker weten dat ze geneeskunde willen studeren, maar ook nog niet weten waar. Dus hopelijk wordt dat vandaag ook heel erg duidelijk voor jullie gemaakt. En ook een paar die gewoon echt geen idee hebben, wat ik helemaal snap. Dus hopelijk kunnen we iedereen vandaag daarmee een beetje helpen. En ja, dan hebben we het over geneeskunde. Maar
Ja, Alexander, zou je dat een beetje kort kunnen uitleggen? Want dat, ja, wat houdt het eigenlijk in? Ja, nee, dat wil ik absoluut doen. Dat is de geneeskunde. Wat houdt het nou precies in? Natuurlijk tot de verbeelding sprekend is mensen beter maken. Dat is ook een van de belangrijkste dingen die we natuurlijk doen. Mensen beter maken. Maar daarbij maken we gebruik van nieuwe en betere behandelingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kankerzorg, de oncologie, dan is dat compleet anders dan dat het vroeger was, de behandeling. En dat blijft ook veranderen. Dus je gaat ook elke keer mee met de tijd. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe en veranderende ziektes. Ja. Ja, ik denk dat ik daar niet veel woorden hoef vuil te maken aan nieuwe ziektes, want we zitten er nog middenin, in COVID-19. Dat was voor ons echt een nieuwe ziekte. Maar daarnaast hebben we ook te maken met veranderende ziektes. Een mooi voorbeeld is tuberculose. Toen ik zelf studeerde, was tuberculose een ziekte die eigenlijk bijna niet meer voorkwam. En dat is echt veranderd. Nu zie je dat het echt weer terug begint te komen. En dat heeft een aantal oorzaken. Belangrijke daarvan is dat van veel mensen de afweer verminderd is. En dat heeft te maken met de behandelingen. Bijvoorbeeld bij transplantaties. Dan moeten wij de afweer verminderen bij patiënten. Ja, dan hebben ze weer grotere kans om tuberculose te krijgen. Hetzelfde geldt voor bepaalde auto-immuunziekten. Dan onderdruk je de afweer. Dus je ziet ook dat we hele te maken hebben met veranderende ziektes. Het is een vak dat heel erg in beweging is en dat nooit verandert. En onderaan het plaatje staat nu gezondheidsbevordering en preventie. En dat is heel belangrijk, maar het wordt steeds belangrijker. En ik kan jullie verzekeren dat als jullie eenmaal klaar zijn als dokter, dat dat een van jullie belangrijkste taken wordt. Hoe houden we mensen gezond en hoe zorgen we ervoor dat ze zo gezond mogelijk blijven en een goede kwaliteit van leven hebben? Dat wordt eigenlijk een van onze belangrijkste taken later. En dan leiden we hier natuurlijk ook wel de zogenaamde Leidse arts op. Maar ja, wat houdt dat eigenlijk precies in? Ja, we zeggen inderdaad de Leidse arts. En we vatten dat altijd samen met de drie C's in het Engels. Of de drie B's in het Nederlands. Capable, caring en curious. Oftewel bekwaam, betrokken en benieuwd. En bekwaam in de zin van dat je een bekwame dokter bent. Die bekwaam is in zijn handelen naar een patiënt toe. Maar eigenlijk ook bekwaam in bredere zin. Namelijk dat je klaar bent voor het hele artsenvak. Dus niet alleen in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis. Eigenlijk dat je overal klaar voor bent en bekwaam in bent om alle kanten op te gaan in de gezondheidszorg. Betrokken natuurlijk naar je patiënten toe. Maar ook betrokkenheid naar de samenleving. Dat vinden we heel belangrijk. Dat we artsen opleiden die met beide benen in de samenleving staan en daar ook een verantwoordelijkheid voor voelen. En benieuwd, natuurlijk weer benieuwd naar hoe het met je patiënt gaat. Maar ook benieuwd in de zin van dat je altijd afvraagt, altijd kritisch bent, altijd afvraagt hoe en waarom. Eigenlijk een heel erge wetenschappelijke basis. Dat vinden we heel belangrijk in Leiden. Wetenschappelijke basis. En daar besteden we dus ook veel aandacht aan. Ja, en dat gebeurt natuurlijk dan allemaal tijdens die opleiding. En hoe ziet dat er eigenlijk een beetje uit? Ja, dat is dus de studie geneeskunde. Dat is niet alleen de bachelor, maar eigenlijk de hele studie geneeskunde. En de bachelor duurt 3 jaar en de master ook. Nou, in die 3 jaar van de bachelor zul je heel veel kennis opdoen. Ja, dat is nou eenmaal hoort bij de geneeskunde, is dat je veel moet leren. Dat is niet anders, dat zal ook altijd zo blijven. Maar daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan het verwerven van inzicht. Dus hoe werken bepaalde dingen en hoe ontstaat het? En dat is natuurlijk heel prettig, want dan kun je het ook beter onthouden, al die feiten. En natuurlijk moet je ook vaardigheden leren die dokters moeten kunnen. Dus je moet leren lichamelijk onderzoek doen. Je moet leren om met een patiënt te communiceren. Hoe je een infuus aanlegt. Nou goed, ga zo maar door. Nou, dan krijg je de co-schappen. Die duren 3 jaar. En die bestaan uit 2 jaar co-schappen in de zin van dat je echt met patiënten bezig bent. En een verbredingsjaar, die kun je zelf invullen. En in dat verbredingsjaar dan het bestaat uit keuzekooschap, semi-artsstage, wetenschapsstage. En je kunt ook nog eigenlijk voorschakelen voor je medische vervolgopleiding. Wat betreft die kooschappen ben je dus echt bezig met praktijk leren. Dan ben je veel dingen aan het toepassen wat je in de bachelor geleerd hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je geen dingen meer leert hoor. Je leert nog heel veel in de master, maar het is ook vooral veel toepassen uit de bachelor. En ja, als we dan een beetje bij het begin beginnen, natuurlijk die bachelor. Ja, wat kan ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Ja, nou dat is echt anders dan wat jullie gewend zijn op de middelbare school. Op de middelbare school heb je een uur Frans en een uur wiskunde, een uur natuurkunde en dat gaat zo het hele jaar door. Dat hebben we bij de bachelor niet. Dan hebben we het verdeeld in blokken, thematische blokken. Die gaan dus over een bepaald thema. En die blokken duren ongeveer zo'n 5 tot 7 weken en die worden afgesloten met een examen.
En dan ga je eigenlijk als je dat ga je door naar het volgende blok. En zo werk je eigenlijk het jaar af. En ik heb hier een aantal blokken staan hier als voorbeeld. Bijvoorbeeld mens tot cel, in het eerste jaar basis tot homeostase, hersenaansturing. Dat zijn eigenlijk vooral de fundamentele vakken die aan bod komen. Hè? De anatomie, de fysiologie, de histologie, de weefselleer, de celbiologie. Nou, dat soort vakken komen vooral in het eerste jaar aan bod. Nou, in het tweede jaar dan begint het eigenlijk met ziektemechanismen. Dus hoe ontstaan ziekten? Daar wordt veel aandacht aan besteed. En dat gaat eigenlijk in het tweede jaar over in patiëntenproblemen. Dus bijvoorbeeld vraagstukken buik is een voorbeeld daarvan. En het derde jaar zijn vooral vakken die over... blokken die over patiëntenproblemen gaan. Wat we eigenlijk zien is dat je de opbouw zo is dat we van fundament via mechanismen naar patiëntenproblemen gaan, hè, in die bachelor. En wat je ziet is dat er twee blokken in van het tweede jaar Engels zijn geschreven. Dat is geen vergissing en dat is echt een reden, want die blokken worden volledig in het Engels gedaan. En dat heeft twee redenen, namelijk dat wij het belangrijk vinden dat studenten geneeskunde bij ons hun vak leren beoefenen in het Engels. Hè, een vorm van internationalisering. We noemen dat ook wel internationalisering at home. Maar het geeft ook mogelijkheid voor buitenlandse studenten om bij ons mee te studeren. En dat gebeurt ook. Er komen bijvoorbeeld studenten uit Bordeaux, uit Indonesië en die doen deze vakken bij ons mee. Dus dat is ontzettend leuk. Eigenlijk in die blokken, daar vindt de vakinhoudelijke kennis plaats. Maar zoals ik al zei, je moet ook de vaardigheden leren die bij een arts horen. Lichamelijk onderzoek doen, anamnese afnemen, dus een gesprek voeren met een patiënt. En dat leer je tijdens het lijnonderwijs. En dat lijnonderwijs gaat eigenlijk de hele bachelor door. Dus dat is niet in een blok, maar het hele bachelor door. En er is nog één bijzonder ding wat ik wil noemen. Dat is de half minor. Daar begint het derde jaar mee. Dat duurt 10 weken. En dat is eigenlijk heel bijzonder iets, want dan ga je... gedurende 10 weken in een kleinere groep ga je dan met onze toponderzoekers eigenlijk de verdieping in. En je kunt daarbij kiezen uit een van de 17 onderwerpen. Bijvoorbeeld over immunologie of transplantaties of medische beeldvorming. En dan ga je echt met onze toponderzoekers naar de verdieping in. En die worden ook volledig in het Engels gedaan. Dat geeft het voordeel is weer dat weer buitenlandse studenten kunnen meedoen. En een aantal van die half minors zijn ook in het buitenland. Hè? Dus bijvoorbeeld in Tanzania hebben we er een, in Indonesië. En Salima, je hebt volgens mij, heb jij ook iets in het buitenland gedaan? Hè? Maar misschien leuk als jij dat even vertelt. Ja, klopt. Buiten de opties die Alexander net al genoemd heeft, kun je dus ook naar Cuba gaan. En dat is wat ik eigenlijk zou hebben gedaan vorig jaar. Maar vanwege de coronamaatregelen die op dat moment natuurlijk nog best heftig waren, is dat helaas niet gelukt. Maar ook de halve minoren die in Nederland zijn, kunnen je toch die internationale ervaring bieden eigenlijk. Want zo heb ik toch een onderzoek gedaan met internationale studenten. Hier zie je ook een foto van iemand en zij komt uit Tanzania. En er waren nog een heleboel andere internationale studenten, bijvoorbeeld uit Malawi of Indonesië. En samen met haar en nog twee andere medestudenten hebben we onderzoek gedaan. En dat was eigenlijk ook een heel erg actueel onderzoek. Want wij gingen kijken naar hoe die COVID-19 lockdown maatregelen nu invloed hadden op het pasgeboren kind en hun moeder en de gezondheid daarvan. En daar kwamen best wel hele interessante resultaten uit. Want zo zag je bijvoorbeeld dat per land eigenlijk heel erg kon verschillen. In Nederland zit alles natuurlijk heel erg dicht bij elkaar. En ben je zo binnen 20 minuten toch wel bij een ziekenhuis. Maar in een heleboel andere landen is dat niet het geval. En dan kun je toch wel wat verschillen zien in hoe dat uiteindelijk invloed heeft op de gezondheid van diegene. En dat was ook heel bijzonder, want er was natuurlijk nog helemaal nog niet zoveel bekend over COVID. Dus dat was echt heel erg leuk om te zien dat wetenschappelijk onderzoek ook niet altijd voor het oprapen ligt, maar dat je soms echt goed moet zoeken en zelf heel erg goed moet nadenken of een onderzoek nou betrouwbaar is of niet eigenlijk. Dus daar heb ik superveel van geleerd en dat was ook heel gezellig. Ik spreek haar nu nog steeds, dus ik hoop haar misschien binnenkort een keertje wel in het echt te ontmoeten. Ja, en eigenlijk is dat precies wat wij willen. Hè? Dat is dat internationalisering en wetenschap. Dus wij vinden internationale oriëntatie heel belangrijk tijdens de studie. Maar ook wetenschap. Hè? En je zult ook zien dat wetenschappelijke ontwikkeling echt verweven is in het onderwijs. Je krijgt zelf ook heel veel mogelijkheden om onderzoek te doen. Op het plaatje zit een mooi voorbeeld hiervan.
Dat is een student samen met Maria Jasdanbaks. Dat is de afdelingshoofd van de parasitologie. Die onlangs overigens de prestigieuze Spinoza-premie in ontvangst heeft mogen nemen. En Leo Visser, dat is hoogleraar infectieziekten. En die zie je samen in een lab. En dat is precies eigenlijk wat wij zo mooi vinden. Hè? Studenten met topwetenschappers die bezig zijn tijdens hun studie. Mocht je nog tijd over hebben tijdens de studie, nou, dan kun je ook nog een Honors Academy doen. En volgens mij heb jij dat gedaan, toch? Volgens mij, Ilaria, ja. Zo'n Honors Academy. Ja, klopt. Ik zit sterker nog steeds een beetje in dat traject. En een beetje een korte samenvatting van Honors Academy is eigenlijk een beetje dat het een programma is wat je gewoon heel veel mogelijkheden biedt om echt je horizon op het gebied van wetenschap en onderzoek doen te kunnen verbreden. Het is er is eigenlijk voor iedereen is wel iets. Sommige mensen die je kent, die hebben besloten dan mee te lopen met een onderzoek of zelf een eigen onderzoek op te stellen. En andere mensen die kiezen er dan wat meer voor om bepaalde programma's te volgen, om over bepaalde onderwerpen meer te leren. En zelf doe ik dan de biomedical track, omdat ik toch wat meer diepgang op de stof wilde. En ja, in combinatie daarvan bieden ze dan eventueel ook bijvoorbeeld aan dat je dan een dubbele master kan doen daarmee. Dus dat is echt een beetje de ervaring die ik daarmee heb samengevat. En ja, als we het dan over de werkvormen hebben. Salima had het er net ook over, dat natuurlijk de middelbare school is heel anders dan studeren. Salima, hoe zit dat dan met de werkvormen? Ja, dat is allemaal een beetje anders dan hoe jullie het misschien nu gewend zijn. Want nu zitten jullie misschien met 30 man samen in een lokaal. Maar hier, zo zien jullie ook op de foto, kan je soms echt met 300 mensen in een zaal zitten. En dan is er eigenlijk een arts die jullie gaat vertellen over een onderwerp. Iemand die heel veel van de kliniek ook afweet. En die dus al je vragen heel goed kunt beantwoorden. En naast colleges hebben we ook werkgroepen. En de hoorcolleges, daarin krijg je superveel informatie verteld. En in die werkgroepen kun je dan echt die informatie jezelf helemaal eigen maken. En die werkgroepen die zijn dan juist weer heel erg kleinschalig. Dus je zit met 15 studenten in een ruimte. En ook het hele jaar lang met diezelfde studenten. Dus die leer je ook heel goed kennen. En je gaat dan eigenlijk discussies voeren over de stof, opdrachten maken over de stof. En zo zorg je er eigenlijk voor dat alle informatie die je binnenkrijgt ook goed kunt onthouden. En dan hebben we ook nog een beetje het snijzaal, waar ik mezelf echt heel weinig bij kon voorstellen eigenlijk voordat ik begon met studeren. Wat is het eigenlijk? Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen. De snijzaal, dat is iets dat ik misschien ook nog wel het allerleukste vond in de studie. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie nog best wel spannend klinkt. Dat vond ik zelf ook toen ik in jullie schoenen stond. Want in de snijzaal is het dus zo dat je echt goed aan de slag gaat met de anatomie. En in het eerste jaar krijg je daar ook nog heel veel begeleiding in. En ook in het tweede jaar. Dus in het eerste jaar ga je met name nog echt kijken hoe dat daar precies aan toe gaat. En dan in het tweede jaar ga je echt zelf aan de slag en ga je zelf snijden. Maar daar word je dus heel goed in begeleid en je leert er ook echt een heleboel van. Dus ja, dat vond ik zelf in ieder geval altijd echt een van de leukste dingen om te doen. Ja. Ja, en gelukkig is al het onderwijs dat we op dit moment hebben weer fysiek. Maar mocht het weer voorkomen dat er toch de coronagevallen toch weer oplopen, dan is het LUMC gelukkig ook heel erg goed voorbereid. En dat moet natuurlijk ook wel, want hier in Leiden, als je student bent, dan loop je echt in het ziekenhuis. En zie je een heleboel kwetsbare patiënten waar je als student toch wel goed rekening mee moet houden. Maar ja, zoals jullie dus op de slide kunnen zien, zijn we goed voorbereid. Voor de snijzaal hebben we bijvoorbeeld video-alternatieven. En kunnen studenten vanuit huis meekijken hoe een anatoom hier alle structuren laat zien. En ook alle werkgroepen en colleges kunnen gewoon online. En we zijn in ieder geval heel erg blij dat we goed voorbereid zijn, mocht dat weer nodig zijn. Ja, en dan misschien hetgene waar jullie nog... Wat wel het allerleukste is als geneeskundestudent. Want uiteindelijk ga je natuurlijk aan de slag met patiënten. En dat begint ook al in de bachelor. Met de praktijkcontacten die we allemaal hebben. Dus zo zijn er bijvoorbeeld patiëntdemonstraties.
En in die patiëntdemonstraties komt een patiënt eigenlijk vertellen over zijn of haar ziekte en hoe dat allemaal is verlopen. En kun je als student een heleboel vragen stellen ook. Maar je kunt bijvoorbeeld ook meelopen met een arts een dagje en kijken hoe dat er dan allemaal aan toe gaat. En ook het lichamelijk onderzoek dat we doen, oefenen we ook uit op patiënten. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen als bloeddruk meten of luisteren naar iemands hart of iemands longen. En daar oefen je in de bachelor eigenlijk meteen al heel goed mee. Maar naast al die contacturen die we dus hebben, dat zijn er 20 in de week, moet je zelf als student ook nog wel even aan de slag. En dat noemen we zelfstudie. En die zelfstudie, dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus dat kan lezen in een boek zijn, of hoorcolleges terugkijken, of een e-learning maken. En een e-learning is eigenlijk een opdracht die je dan maakt over de computer, over de stof. En dat zijn er ook nog 20 in de week. Dus uiteindelijk maak je wel een week van 40 uur. En dat is soms best wel veel. Ja, dat kan ik inderdaad beamen. Dat is, het is inderdaad 40 uur. Dat zijn je natuurlijk niet gewend als je op de middelbare school zit. En daar moet je toch even aan wennen. En het is ook zo dat het eigenlijk meteen vanaf het begin gaan volle kracht vooruit is. Dus we gaan niet een half jaar even wennen of een kwart jaar. Nee, het is meteen 40 uur volle kracht vooruit. Dus dat is ook even wennen, denk ik. Ja, we hebben heel veel gehoord over de opleiding, maar ja, waar vindt het eigenlijk nu allemaal plaats, Alexander? Nou ja, hier in dit gebouw, hè. Ja. In het LUMC, in het Leidse Universitair Medisch Centrum. En daar vindt alles plaats, onderzoek, patiëntenzorg, onderwijs en niet alleen onderwijs aan geneeskundestudenten, want we hebben ook meerdere studies, hè, biomedische wetenschappen, klinische technologie, wat we overigens samen met Delft en Rotterdam doen. De Master Pharmacy, Vitality in Aging. Nou goed, dat vindt allemaal in dit gebouw plaats. En dat betekent dus dat je soms een werkgroep hebt met andere studenten uit andere studies. En wat ook nog bijzonder is, denk ik, aan het LUMC, is dat het zo centraal gelegen is, hè. Het zit direct naast het Centraal Station. Het is een loopafstand van het centrum. Je hebt bijna geen fiets nodig in Leiden om bij het LUMC te komen. Misschien wil jij iets vertellen over hoe jouw ervaring is met dat alles dat onder één gebouw gebeurt? Ja, zeker. Ja, dat merk je als student echt heel erg dat het allemaal daar gebeurt. Want het kan zomaar zijn dat je net een werkgroep hebt gehad over een bepaalde ziekte en dat je vervolgens de gang oploopt en een patiënt ziet met diezelfde aandoening. En ook is het inderdaad zo dat er dus een heleboel verschillende studies in het LUMC rondlopen. Dus op het moment dat jij ergens aan het studeren bent en iets niet snapt, kan het zomaar zijn dat er een student biomedische wetenschappen naast jou zit. En wel wat nog dieper op de ziekteprocessen ingaat en jou daar mee kan helpen. Of soms hele interessante discussies op kan roepen ook. Dus als student merk je heel erg dat iedereen eigenlijk onder één dak zit. En ja, dan een week studeren. Ik denk dat dat ook er heel erg anders uitziet dan je rooster, wat je nu in je rooster-app eigenlijk hebt staan. Salima, hoe ziet jouw week eruit? Ja, klopt. Nou, dat is inderdaad een beetje anders. Je ziet hier mijn contacturen. En dat zijn dus eigenlijk de uren die door de universiteit aan ons gegeven worden en ingeroosterd worden. Maar daarnaast ook de zelfstudie waar ik het net al eventjes over had. En als ik het dan een beetje zo doorloop, dan begon ik op maandag bijvoorbeeld met een paar uur hoorcollege. En sloot ik de dag af met zelfstudie, dat ik dat een beetje ging structureren. En ook de werkgroep van de dag erna ging voorbereiden. Want op dinsdag had ik dan een patiëntdemonstratie, waar ik het net al eventjes over heb gehad. Heel indrukwekkend altijd, want als student zijn dat toch hele bijzondere momenten. En soms zijn er patiënten die je echt nog steeds goed kunt onthouden 3 jaar later. En dan in de middag had ik een werkgroep. En daar heb ik ook al wat over verteld. Maar die werkgroepen moet je dus wel goed voorbereiden om ook echt die vragen daar te kunnen beantwoorden. En dan op woensdag had ik weer een hoorcollege en ook een werkgroep lichamelijk onderzoek. En die werkgroepen lichamelijk onderzoek die duren altijd wat langer dan de andere werkgroepen. Want daar ga je dus echt aan de slag samen met je medestudenten en ook met patiënten om dat lichamelijk onderzoek je eigen te maken. En dat ga je dus echt heel goed oefenen voordat je daar echt mee aan de slag gaat. En ook in de avond had ik dan nog wat zelfstudie, zodat ik ook goed voorbereid stond op de snijzaal. Want dat zijn natuurlijk het is een heel bijzonder contactuur daar. En daar moet je goed op voorbereid zijn, zodat je er echt alles uit kunt halen eigenlijk. En dat is vaak ook een lange zit.
Maar je leert er wel een heleboel van. En in de middag had ik dan een werkcollege. En dat is eigenlijk iets dat een beetje tussen een hoorcollege en een werkgroep in zit. En dat is dus dan dat je wat actiever met de stof bezig gaat dan in een normaal hoorcollege. En dan op vrijdag sloot ik mijn week af met een live OK hoorcollege. En dat is ook heel bijzonder. Dan zit je als student in de zaal en zie je op het scherm eigenlijk een arts een operatie uitvoeren. En zo zit je niet in de operatiekamer, maar ziet iedereen wat er daar allemaal gebeurt. Dus dat is ook heel erg indrukwekkend. En dan heb je in een week een heleboel informatie over je heen gekregen. En zijn er misschien nog wat vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven. En dan kun je die stellen tijdens een responsiecollege. En daar worden dus al je vragen beantwoord. Ja, en dit ziet er natuurlijk best wel druk uit. Maar heb je dan nog wel tijd voor leuke dingen? Ja, gelukkig wel. Dat zien jullie hier ook. Dat plande ik ook altijd een beetje in. Zo had ik bijvoorbeeld tussen de hoorcolleges door wel eens een vergadering van een commissie die ik deed. En dat is eigenlijk een groepje personen die bijvoorbeeld een activiteit gaat organiseren. En ik had ook avonden met mijn huisgenoten. Dat we dan altijd vast samen gingen eten of een borrel met mijn studentenvereniging. En in het weekend wilde ik dan graag ook nog naar huis. Dus gelukkig zit je week ook vol met allerlei leuke dingen die je naast je studie nog kunt doen. En dan zijn we eigenlijk nu bij het punt aangekomen waar we naar jullie vragen zullen kijken. Als ik dan naar de eerste vraag kijk, dan staat er: wat is de verhouding tussen het individueel werken, werkgroep en hoorcolleges? Salima, als ervaringsdeskundige, hoe zou je dat kunnen beschrijven? Het is zo dat het nu nog zo is dat je best veel hoorcolleges hebt, maar ook wel een boel werkgroepen in de week, zodat je dus wel alles wat je leert ook echt je eigen kunt maken. En dan dat individueel werken, dat bestond voor mij namelijk uit studieopdrachten maken. Dus het is wel goed met elkaar eigenlijk in evenwicht, maar we streven er wel naar om eigenlijk nog dat het werkgroepen nog wat meer te hebben in vergelijking met de hoorcolleges. En dan, dankjewel. Dat is een hele fijne samenvatting. En dan hebben we eigenlijk ook nog een vraag van: is er dit jaar ook een proefstudeerdag voor geneeskunde? Dit jaar staat die op 27 november gepland. Dus daarvoor kun je, als het goed is, vanaf vandaag voor inschrijven. En ik zou het voornamelijk ook echt aanraden, zodat je wat een beter beeld van de studie verder krijgt of wat voor soort stoffen behandelen. Volgende vraag is eigenlijk... dit zijn eigenlijk ook wel vragen die we misschien ook straks kunnen behandelen. Want het zijn hele leuke vragen, maar we zullen er echt dieper op ingaan over onze keuzes. Waarom dat we in Leiden zijn gaan studeren. En ook ten opzichte van bijvoorbeeld andere plekken. En ik zie ook een vraag staan over selectie en plaatsing. Maar daar komen we ook nog op terug. Dus dat zullen we dan later in de presentatie behandelen. En nu zijn we een beetje bij het deel aangekomen waar jullie allemaal mee te maken krijgen thuis. Dat is namelijk keuzes maken. En Alexander, hoe zou je hun daarbij een beetje kunnen helpen om het wat makkelijker te maken? Ja, we zagen eigenlijk al bij de eerste vraag dat toch meer dan de helft eigenlijk een beetje worstelt met wat, iets wel in de gezondheidszorg, maar wat dan? En dat is ook best moeilijk, want er zijn veel studies in de gezondheidszorg. En daar hebben we ook dit plaatje voor gemaakt om daar een beetje hulp bij te bieden. Kijk, als je vooral houdt van medische technologische ontwikkelingen, dus heel dat technische, dan is klinische technologie waarschijnlijk het meest interessante. Als je absoluut te maken wilt hebben met patiëntenzorg en behandeling, dus dat je één op één met patiënten zit, met mensen, dan past geneeskunde het meest bij je. Als je eigenlijk vooral geïnteresseerd bent in bestudering van ziekte en hoe ziekte precies verlopen, dan past biomedische wetenschap het meest bij je. En als je echt gaat om medicijnontwikkeling, dan biofarmaceutische wetenschap. Dus dat helpt al een beetje. Daaronder hebben we ook de middelbare schoolvakken neergezet. Want dat kan ook helpen. Hè. Dus als je heel goed bent in natuurkunde en dat vooral leuk vindt, dan is waarschijnlijk klinische technologie toch het meest interessant. Als een soort combinatie is tussen natuurkunde en biologie, dat past dan meer bij de geneeskunde. Combinatie biologie scheikunde, dat past weer wat meer bij de biomedische wetenschappen. En als het echt heel erg scheikunde is, dan is het echt de biofarmaceutische wetenschap. Dus dat kan misschien al een beetje helpen. Maar misschien dat Salima ook kan zeggen hoe, uh,
hoe zij die keuze gemaakt heeft of wat door haar hoofd heen is gegaan. Het is best wel een moeilijke keuze natuurlijk. En ik snap, al deze studies, daar heb ik eigenlijk allemaal naar gekeken. Maar wat voor mij uiteindelijk wel de doorslag gaf, want ik twijfelde nog best wel tussen geneeskunde en biomedische wetenschap bijvoorbeeld. Voor mij gaf de doorslag uiteindelijk toch echt dat patiëntencontact. Want dat is echt hetgene wat je bij geneeskunde wel hebt en bij de andere studies hier toch echt minder of niet. Dat was voor mij echt wel de doorslag van geneeskunde, dat is hem voor mij. En dan kunnen we meteen eventjes die vraag beantwoorden waarom, of je natuurkunde nodig hebt, of dat belangrijk is voor de, want we hebben nu toch deze slide voor ons. Mm-hmm. En dat, ja, natuurkunde is belangrijk, want ja, je moet begrijpen hoe dingen werken, vooral voor de fysiologie, maar het is minder dan bij de klinische technologie. Dus bij de klinische technologie ligt het zwaartepunt meer op de natuurkunde. Ja. En meteen de vraag beantwoord. Ja super. En dan, dit was natuurlijk ook een vraag die net werd gesteld. Ja, waarom hebben wij uiteindelijk gekozen voor geneeskunde in Leiden? En dan wil ik eigenlijk het woord aan Salima geven. Mm-hmm. Hoe kwam je tot die keuze? Ja, ik snap inderdaad echt dat het een vraag is die voor jullie heel belangrijk is. Want ik heb die mezelf ook afgevraagd toen ik in jullie schoenen stond. Want op een gegeven moment weet je dan uiteindelijk van, nou, geneeskunde, dat wil ik graag doen. Maar waar dan? En Leiden, dat is uiteindelijk waar ik voor gekozen heb. En een van de redenen daarvan was omdat ik het onderwijs gewoon heel erg overzichtelijk vond opgebouwd. Alexander zei het net al even. En nu hebben jullie bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En heb je allemaal verschillende uren in de week daarvan. En hier is het zo dat je eigenlijk één blok volgt. En dat volg je dan een aantal weken lang. En dan kan je echt helemaal focussen op dat onderwerp. En verder is het zo dat in Leiden echt ook veel ruimte is om dus je ook echt wetenschappelijk te oriënteren. In het hele onderwijs zit eigenlijk de hele tijd geïntegreerd dat je wetenschappelijke artikelen leest. En zijn er ook een heleboel mogelijkheden om onderzoek te doen. En verder was voor mij een hele belangrijke keuze dat Leiden heel erg kleinschalig is wat betreft geneeskunde. We hebben een kleine jaargroep van ongeveer 320 studenten. En dat is heel erg anders bij bijvoorbeeld andere geneeskundefaculteiten in Rotterdam of Amsterdam. Dus waren een aantal redenen waarom ik voor Leiden koos. Ja, en verder is het zo dat je dus in Leiden echt begint met, hoe ziet een gezond mens er nou eigenlijk uit? Dus je leert de anatomie, hoe het hart werkt, hoe de nieren werken en al dat soort dingen. En vervolgens ga je steeds verder inzoomen op de patiënt. Dus je leert dan, wat gebeurt er als de patiënt dan ziek is? En daarna in het derde jaar ga je veel meer kijken naar hoe je dat dan kunt oplossen. En dat vond ik een hele fijne opbouw. En ook het contact met patiënten, want dat is in ieder geval als geneeskundestudent waar ik het hem echt om doe. Dat begint in Leiden eigenlijk ook heel vroeg. Eigenlijk in het eerste jaar al, in september en oktober, kun je een zorgstage gaan lopen. En dan loop je bijvoorbeeld mee in een verzorgingstehuis of in een revalidatiecentrum. En dan ga je als student echt al echt in de kliniek kijken hoe dat er nu aan toe gaat. En ga je met veel patiënten praten, leer je meteen hoe je dat allemaal kunt doen. Dus dat gebeurt al heel snel in Leiden. En verder is het zo dat al onze docenten natuurlijk artsen zijn en werkzaam zijn in de kliniek. Dus het kan zomaar zijn dat je in de collegezaal zit en dat de arts misschien ineens opgepiept wordt omdat hij een spoedoperatie heeft. En dat laat wel echt zien dat onze docenten jou echt kunnen vertellen hoe het allemaal in zijn werk gaat. En dat je daar heel veel van kunt leren. En hoe vind je het nu je eigenlijk echt in Leiden zit? Ja, heel leuk. Ik heb ook echt geen spijt van mijn keuze. Want net als de studie geneeskunde in Leiden is de stad Leiden ook heel erg kleinschalig. Op de foto zien jullie op de slide bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheek. Daar kunnen jullie nog best wel wat uren gaan spenderen als student, denk ik. En daar kom je bijvoorbeeld al je studenten, medestudenten tegen. Maar ook als je bijvoorbeeld gewoon eventjes naar de supermarkt loopt, dan zie je zo weer iemand die je via kent of zie je docent boodschappen doen. Dus het is in Leiden gewoon heel erg klein en dat is wel echt ontzettend bijzonder, want daardoor leer je een heleboel mensen kennen. En verder zijn er ook een heleboel verschillende verenigingen in Leiden. Dat hele studentenleven in Leiden, dat is wel heel erg ook aanwezig.
En het leuke wat ik aan Leiden vond, is dat er ook echt voor ieder wat wils is. Dus je hebt studieverenigingen, maar ook studentenverenigingen, sportverenigingen en zelfs spelletjesverenigingen. Dus eigenlijk is er voor iedereen wel wat wils. En zelf zit ik bij een studentenvereniging en woon ik ook met drie andere huisgenootjes. Jullie zien bijvoorbeeld dat we op de foto Kerst en Sinterklaas vieren tegelijkertijd. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke stap van gaan studeren. Bijvoorbeeld uit huis gaan. En dat, ook daarin kun je dus weer helemaal kiezen wat bij je past. Want ik woon dan met drie anderen. Maar je hebt ook studentenhuizen waar je zo met 18 studenten in een huis woont. Dus je kunt echt helemaal kijken wat jij fijn vindt. En we zagen het al net een beetje op de vorige slide. Je had het over studievereniging. Nou, Salima, volgens mij kan jij daar echt alles over vertellen. Ja, klopt. Ja, dus de studievereniging is eigenlijk een van de verschillende verenigingen die Leiden heeft. En een studievereniging is een vereniging die echt hoort bij de faculteit. Dus voor de faculteit LUMC is dat de medische faculteit der Leidse studenten. En deze vereniging die vertegenwoordigt eigenlijk alle opleidingen in het LUMC. Dus dan hebben we het niet alleen over geneeskunde vandaag, maar ook over biomedische wetenschappen, farmacie, vitality and aging en population health management. Dus er zijn eigenlijk een heleboel verschillende studenten. Je leert een heleboel mensen kennen die dus allemaal andere achtergronden hebben, wat echt ontzettend leuk is. En je wordt daar eigenlijk ook automatisch lid van als je geneeskunde gaat studeren. En dat is gewoon heel erg leuk, want we hebben een heleboel verschillende commissies. Ik had het net al genoemd in mijn schemaatje, maar dat is dus eigenlijk een groepje studenten die een activiteit gaat organiseren. Dus bijvoorbeeld een gala of een carrière-evenement. Maar je kunt bijvoorbeeld ook in de jaarvertegenwoordiging gaan. En dat is eigenlijk een groepje studenten die zich echt gaat bezighouden met het verbeteren van het onderwijs dat jullie dan zullen krijgen. En dat is ook een hele leuke commissie en je leert een heleboel studenten kennen, maar ook docenten. En wij zijn daar in het LUMC wel heel erg trots op dat we als student een heleboel te zeggen hebben over hoe het onderwijs in elkaar zit. Want de docenten die luisteren daar echt naar en willen heel graag onze mening horen. En last but not least is het ook zo dat de studievereniging een studentenbar heeft. En dat is best bijzonder, want die zit echt midden in het ziekenhuis. Dat kunnen niet heel veel faculteiten zeggen. En daar kun je eigenlijk tussen de pauzes door, of tussen de hoorcolleges door, nog eventjes lekker pauzeren met een tosti die minder dan een euro kost. Dus dat is echt voor studenten echt een hele leuke plek om te zijn. En waar je echt eventjes kunt ontspannen. Ja, dus eigenlijk een beetje als samenvatting, echt kies gewoon wat bij je past. Ja, precies. Dat is echt wel mijn boodschap. Zelf vond ik het kleinschalige aan Leiden, aan de studie, gewoon echt heel erg fijn. En dat was voor mij bijvoorbeeld de doorslag om uiteindelijk niet voor Rotterdam te gaan. Maar het is dus echt heel erg persoonlijk wat er bij je past. Want als je wel dat grote heel erg fijn vindt, dan is dat ook echt wat je moet doen. En dan hebben we eigenlijk ook een beetje van de vraag van wat gebeurt er eigenlijk na de master? Want dat is denk ik een beetje een beeld wat heel weinig mensen ervan hebben. Ja, er is ook nog een leven na de studie, hè? Dus na de master. En daar hebben we eens naar gekeken van waar komen onze studenten terecht? En waar het op neerkomt is eigenlijk dat veruit de meerderheid die komt uiteindelijk in de patiëntenzorg, direct of indirect in de patiëntenzorg. Bijvoorbeeld, het kan in een ziekenhuis zijn, maar ook als huisarts of in de sociale geneeskunde. En dan heb je wat kleinere groepen, zoals mensen die in universiteiten gaan werken. Dus niet direct als in de patiëntenzorg. Of onderzoeksinstituten. Nou, een bekend voorbeeld tegenwoordig is het RIVM. Vroeger moest ik altijd uitleggen wat RIVM doet. Dat hoeft tegenwoordig niet meer, mensen weten dat. Het is zo vaak ook in het nieuws geweest. Maar ook in informatie en communicatie komen artsen terecht en nog een aantal andere dingen. Kijk, waar het op neerkomt is dat uiteindelijk de meeste artsen na hun studie in de gezondheidszorg gaan werken, in de patiëntenzorg. En wat je ook ziet is dat het steeds meer buiten het ziekenhuis is. Als je nu kijkt, werken 70% van de artsen buiten een ziekenhuis. Dat is vaak een eye-opener voor mensen, vaak ook studenten. En dat wordt alleen maar meer. Dus gaan meer mensen buiten het ziekenhuis werken. Dus dat is denk ik ook goed om dat te beseffen als je de studie geneeskunde gaat doen. En dan de arbeidsmarkt. Hoe ziet dat er dan een beetje uit? Ja, het perspectief zeg maar. Dat is heel goed, kan ik je zeggen. Want dat is nog niet eens zo lang geleden onderzocht door het NRC in 2018.
En daar hebben ze gekeken hoe de aansluiting is van de verschillende studies op de arbeidsmarkt. En met betrekking tot de werkloosheid bijvoorbeeld. En dan zie je dat gezondheid eigenlijk als de beste eruit komt. De studies die met gezondheid te maken hebben. Daar werken de meeste mensen op het niveau van hun studie. En het minst aantal werklozen. En als je dan binnen die studies van de gezondheid ook nog kijkt, dan is de studie geneeskunde een van de beste die eruit komt. Dus hele goede prognose voor degene die kiezen voor de geneeskunde. En dan komen we nu bij het tweede punt waar we naar jullie vragen zullen kijken. Even kijken wat er allemaal is. Als je geïnteresseerd bent in onderzoek doen, welke mogelijkheden zijn er voor binnen geneeskunde? We hebben in ieder geval inderdaad een beetje de Honors Academy, waar we het over hadden gehad. Maar Alexander, heb je daar misschien nog verdere aanvullingen op? Ja, er wordt eigenlijk tijdens de bachelor wordt er veel aandacht gegeven aan wetenschappelijk onderzoek. Je kunt sowieso, als jij ergens rondloopt en je wilt dat doen, bijvoorbeeld in je vrije tijd of tijdens je studie, dan zijn altijd mensen bereid om je te helpen daarin. Maar daarnaast doe je eigenlijk ook wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld bij de kat, hè, in het derde jaar. Dan heb je een katproject en dan moet je echt een literatuurstudie doen naar een belangrijk klinisch probleem. Je wordt ook voorbereid in het doen van onderzoek. Hoe voer je een onderzoek uit? Dus daar word je allemaal in begeleid. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Je wordt heel veel krijgt te horen over hoe je onderzoek moet doen. Mm-hmm. En krijgt heel veel mogelijkheden om het te doen. Maar je moet er ook zelf een beetje achteraan gaan zitten. Dat is het gebeurt niet vanzelf. Okay. Omwille van de tijd denk ik dat we dan nog één vraagje kunnen behandelen. Sterker nog, ik denk dat we dan beter even door kunnen gaan. Want dit is eigenlijk een beetje het onderwerp waar heel veel mensen tegenaan lopen. Namelijk over de selectie en plaatsing. Dus ik denk dat het goed is als we daar nu mee gaan overschakelen. Ja, de selectie en plaatsing geef ik het woord aan jou, Alexander. Ja, dat vermoeden had ik altijd dat ik het woord zou krijgen. het is zo dat wij de studie geneeskunde een numerus fixus studie is. En dat betekent dus dat er een vast aantal kunnen instromen. En in Leiden zijn dat er 320. Dat is niet een getal wat wij bedenken, dat wordt door de minister bedacht. Maar in Leiden is het dus 320. En je moet in ieder geval voldoen aan het juiste profiel. Hè? Dus natuur en gezondheid met natuurkunde of natuur en techniek met biologie. Dus dat is in ieder geval een belangrijke voorwaarde. Nou, die selectie bestaat uit twee ronden. Eerste ronde en een tweede ronde. En die eerste ronde bestaat weer uit twee routes, route A en route B. Route A is voor de scholieren die dit jaar eindexamen doen. Dus die in 2022 een VWO-diploma halen. En daarbij moet je dan het volledig eindexamen doen met het juiste profiel. Voor die mensen geldt dus route A. Voor alle anderen geldt route B. Dus als jij bijvoorbeeld al in 2021, dus vorig jaar, je diploma hebt gehaald. Of dit jaar eigenlijk, hè, in 2021 je diploma hebt gehaald. Ook al is het met het juiste profiel, val je onder route B. Als je deels meedoet dit jaar, val je onder route B. Als je deficienties hebt in het vakkenpakket, of als je 5 en 6 VWO in één jaar doet of gaat doen, val je onder route B. Maar ook als je een andere vooropleiding hebt of een buitenlands diploma hebt. Allemaal voorbeelden waarbij je valt onder route B. Nou, wat houden die routes dan precies in die eerste ronde? Nou, route A, daar is de score eigenlijk gebaseerd op de 6 VWO-cijfers tot 15 januari 2022. En dat is voor de vakken natuurkunde, wiskunde A, B, scheikunde, biologie en Nederlands, in combinatie met de zogenaamde Biomedical Admission Test. En die wordt in februari 2022 afgenomen. En die Biomedical Admission Test, dat is een van de meest gevalideerde en gebruikte selectietoetsen, die internationaal gebruikt wordt, onder andere in Oxford en Cambridge, Imperial College in Londen, Milaan, in Singapore, maar dus ook in Leiden wordt die gebruikt. Die verhouding voor route A is 40 tot 60. Dus dat betekent dat de 6 VWO-cijfers voor 40% gelden en de Biomedical Admission Test voor 60%. Als je route B doet, dus als je niet voldoet aan de voorwaarden voor route A, dan is eigenlijk je score in ronde 1 volledig gebaseerd op die Biomedical Admission Test. Nou, dan krijg je ronde 2. Nou, de beste kandidaten van ronde A en B, en dat zijn er 400, die gaan door naar ronde 2. En daar vinden twee testen plaats. En dat is dan op non-cognitieve vaardigheden. Dus daar kun je niet op voorbereiden. En dat zijn dan vooral persoonlijke eigenschappen zoals integriteit, discipline, samenwerken, assertiviteit, dat soort zaken. En die twee testen worden in maart 2022 afgenomen. Dan krijg je een eindscore. Die is gebaseerd op ronde 1 en ronde 2.
En die verhouding is 70 tot 30. Dus die ronde 1 is wel belangrijker. Nou, als je route A hebt gedaan, dan is die score in ronde A gebaseerd op de biomedical admission test en die 6 VWO-cijfers. En die 2 online tests natuurlijk van ronde 2. En als je route B hebt gedaan, dan is het in ronde 1 volledig biomedical admission test. En in ronde 2 die 2 online tests. Maar die verhouding blijft hetzelfde, 70 tot 30%. Dus die ronde 1 is wel het belangrijkste. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, die biomedical admission test. Wat houdt die precies in? Nou, wat ik al zei, is het is de meest gevalideerde test. Die bestaat uit 3 delen. Eerste deel is 60 minuten. En die bestaat uit multiple choice vragen. Waarbij je algemene vaardigheden worden getest. Probleemoplossing, argumenteren, dat soort zaken. Daar kun je eigenlijk niet op voorbereiden. Dan heb je een tweede deel. Dat zijn ook multiple choice vragen. En dan wordt er, dan moet je je kennis van biologie, natuurkunde, scheikunde op VWO-niveau toepassen. Dus hoe je hierop kunt voorbereiden is door goed je best te doen op de middelbare school. Die duurt ook 40 minuten. En dan heb je nog een derde deel. Dat is een essay schrijven in het Engels. En dat is een vraagstuk. Kun je kiezen uit 3. En meestal moet je iets beredeneren. Nou, die test die is volledig in het Engels. Dat vinden scholieren altijd heel eng. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar eigenlijk is dat nooit een probleem. Engels, wat jullie leren op middelbare school, is echt heel erg goed. Dat is absoluut geen probleem. Het is wel een zware test, dat sowieso, maar niet door het Engels. Maar misschien dat een van jullie iets kan vertellen over die biomedical admission test, hoe jullie dat ervaren hebben. Ja, ik heb zelf ook de BMAT gedaan. En inderdaad, heel veel mensen vinden het heel erg spannend, omdat het natuurlijk in het Engels is. Maar uiteindelijk is het Engels niet per se iets waar je tegenaan loopt. Het is gewoon meer, het is een pittige toets. Maar zoals Alexander net ook zei, het is heel vaak gewoon stof die je op de middelbare school hebt gehad. En ja, wat ik dan vooral zou aanraden is gewoon, zoek de oude BMATs op. Ga ermee oefenen. Kijk even wat voor soort Engels er wordt gebruikt. Zodat je gewoon wat bekender ermee wordt. En dan, je kunt altijd op internet van alles en nog wat over opzoeken. Qua informatie op de Cambridge site, maar ook op onze eigen site. Dus ik zou dat vooral aanraden. En dan heb je natuurlijk ook een groepje die eigenlijk de BMAT dan niet hoeft te maken. Hoe zit dat precies, Alexander? Ja, dat is de zogenaamde 8-plus regeling. Hè? Dus dat zijn VWO-scholieren die dit jaar eindexamen doen met het compleet profiel. En die tot 15 januari voor bepaalde vakken een 8,0 of hoger halen. Gemiddeld een 8,0. Dus niet 7,95, nee, 8,0 gemiddeld. Dus mag best een van die vakken wat lager zijn als het gemiddelde maar 8,0 of hoger is. En dat is voor de vakken wiskunde AB, natuurkunde, scheikunde, biologie, Nederlands en Engels. Dus in tegenstelling tot hiervoor zit Engels hier wel in. En dat is natuurlijk heeft te maken met dat deze scholieren geen biomedical admission test hoeven te doen. En we vinden het toch wel fijn, omdat wij internationalisering zo belangrijk vinden, dat we toch een beetje controle hebben over dat het Engels goed genoeg is. Deze gaan net als die anderen door, die beste gaan door naar de tweede ronde. En doen daar wel mee met de 2 testen. Maar zullen we dus geen biomedical admission test doen. Ja, en dan is denk ik, zijn we een beetje tegen het eind gekomen. En is dit heel belangrijk, want als je wil inschrijven voor de studie geneeskunde, moet je aanmelden voor 15 januari 2022 via www.studielink.leidenunif.nl. Belangrijk om te weten is dat je maar voor 1 geneeskundeopleiding kunt op inschrijven. Dus je moet echt een keuze maken. En nog veel belangrijker ook is dat je een DigiID nodig hebt om je kunnen inschrijven. En het aanvragen van de DigiID, dat duurt een aantal dagen. Dus doe dat niet op 14 januari, want dan ben je echt te laat. Doe dat gewoon meteen, zometeen, na de Q&A. Ga die DigiID aanvragen, dan heb je dat in ieder geval binnen en meld je dan voor 15 januari aan. Ja, en dan natuurlijk is een beetje de disclaimer ervan dat vooral de regels zijn voor dit jaar. Alleen, we hebben dan natuurlijk ook wel dat we zoiets hebben van, het kan elk jaar veranderen. Het kan op elk moment veranderen. Ja, het heeft ook te maken met de corona waarin wij zitten. Is dat, wat we nu verteld hebben, is eigenlijk zoals wij het dit jaar doen. Ja. En hoe het volgend jaar zal zijn, dat weten we nog niet zeker. Wellicht zoals we dit jaar doen, maar het kan ook veranderen. Ik zou vooral adviseren, hou de website in de gaten. Precies. Nou, dan komen we nu een beetje bij de vragen aan. Even kijken. Eerste vraag bijvoorbeeld van, hoeveel mensen melden zich jaarlijks ongeveer aan voor deze studie? Ja, dan ga ik even vanuit dat het de vraag is in Leiden. Want daar weet ik de getallen van. Ik weet het niet in totaal. Maar dat varieert niet zo heel veel hoor, over de verschillende steden.
Maar wat wij meestal zien, is dat er zo rond de, tussen de 1000 en 1200 die zich aanmelden voor de geneeskunde in Leiden. Het varieert een beetje. Dat heeft ook te maken met dat studenten of scholieren denken van ja, ik heb dit jaar misschien meer kans in Leiden of meer kans in Groningen. Dus daar probeer ik het. Daarom varieert het een beetje tussen de 1000 en 1200. En van die 1000 tot 1200 stromen er dus 400 door naar die tweede ronde. En dat is inclusief de scholieren met die 8-plus regeling. Oké. Okay. En dan is ook een beetje de vraag van tellen met dat cijfer gemiddelde. In de vijfde en vierde behaalde cijfers ook nog in zekere mate mee? Of zijn het echt alleen de cijfers die in de zesde zijn behaald? Dat is vermoedelijk ook een vraag voor mij. Oh, ja, het is uiteindelijk, ja, het zijn, ja, je essay-cijfers. Ja, ja, nou, dat klopt. Het is, ja, het is inderdaad, het zijn, dat heeft te maken. We hadden inderdaad, vroeger hadden we vier overgangscijfers van vierde naar de vijfde klas. Mm-hmm. En we dat veranderd naar de zesde klas VWO-cijfers. Dat klopt. Dat heeft ook te maken met de COVID, ja. En ja, nog een vraag voor jou dan, Alexander. Wat zou je eigenlijk alleen met je bachelor kunnen? Ja, op zich kun je daar natuurlijk wel een andere master mee doen. We hebben meerdere masters, bijvoorbeeld Vitality en Aging. Dus dat kan wel. Maar wat je ziet in de praktijk is dat heel weinig mensen dat doen. Eigenlijk, ik geloof iets van 97% doet eigenlijk ook altijd de master geneeskunde naar de bachelor geneeskunde. Maar 3% dus niet. Dus je kunt prima ook werken met alleen de bachelor en een andere master dan kiezen. Dat kan in principe wel, maar er zijn er heel weinig die dat doen. En dan nu wat meer naar onderwijsvorm gericht. Hoeveel vakken volg je per blok? Sorry, maar zou je dat misschien een beetje kunnen herhalen? Of ja, wat beter kunnen uitleggen? Ja. Ja, het is dus eigenlijk zo dat een blok eigenlijk een soort vak is zoals jullie dat nu gewend zijn. Dus als je dan, nou ja, wiskunde hebt, dan heet dat bijvoorbeeld hier vraagstukken bewegen. En dan is dat dus echt je vak. Dus eigenlijk is dat het ding waar je de hele aantal weken mee bezig bent. Maar het is dus niet zo dat het verschillende vakken zijn. Dus een blok is eigenlijk wat jullie nu een vak noemen. Ja. Ik denk dat dat het... ik hoop dat het zo een beetje beantwoordt. Ja, maar misschien bedoelen ze ook de vakken van... dus bijvoorbeeld je hebt de anatomie, de celbiologie, de histologie. Dat zijn dus, ja, dat soort. Dus dan heb je wel dat je binnen zo'n thema meerdere van dit soort vakken. Misschien dat dat bedoeld, ja, wordt. Maar misschien ook niet hoor. Maar dan is het misschien handig om dat te noemen. Ik denk dat er ongeveer zo'n, ja, als je een thema bijvoorbeeld buik hebt, daar komt alles bij kijken. Dus dat is de fysiologie, de anatomie, de heelkunde, de chirurgie, de interne, de radiologie. Eigenlijk, het is bijna niet in woorden uit te drukken. De hele geneeskunde komt erin terug. Hè? Ja, precies. Als je bijvoorbeeld het vak basis tot homeostase, dat kan je dan een beetje opdelen in drie thema's. En dan is het bijvoorbeeld hart, longen, nieren. Dus dat is dan bijvoorbeeld hoe zo'n blok wordt opgedeeld. Ja. Ja. En dan ook een vraag. In hoeverre is er bij deze opleiding aandacht voor mentale aandoeningen? Alexander? Ja, nou, er is aandacht in de zin van dat mentale aandoeningen horen gewoon bij de geneeskunde. Ja. Dus dat komt absoluut aan bod. En ik denk niet meer of minder dan in de andere, andere UMC's. Ja. Nou, dan zijn we helaas op het einde alweer gekomen van deze presentatie. Wat ik heel erg zou aanraden is, natuurlijk hebben we niet alle vragen kunnen behandelen in dit tijdslot, maar we hebben hierna een Q&A gepland staan, waar we studenten hebben, studieadviseurs, ook iemand die alles weet over selectie en plaatsing. Dus mocht je nog verdere vragen hebben, stel ze vooral daar. Je kunt er komen door middel van deze QR. En wil je deze presentatie terugkijken? Dat werd ook net gevraagd. Hij wordt opgenomen en hij komt ook op YouTube te staan. Dus daar worden jullie, daar kunnen jullie hem eventueel terugkijken. En volg ons ook vooral op ons Instagram team om een wat beter beeld te krijgen van hoe het leven van een geneeskundestudent er hier eigenlijk uitziet. Dus hopelijk tot ziens bij de Q&A. En anders wens ik jullie nog een hele fijne dag verder. En hopelijk hebben jullie wat meer duidelijkheid gekregen voor jullie studiekeuze.